Zorg als bouwsector dat je aantrekkelijk bent voor een nieuwe generatie werkers in de bouw. Dat is belangrijk voor een circulaire bouwtransitie. Dat zegt CNV-voorzitter Piet Fortuyn bij de overhandiging van een rapport over dit onderwerp. Zorg voor uitdaging, zorg voor goede arbeidsvoorwaarden, maar zorg dat mensen zich kunnen ontwikkelen, dat ze ook toegevoegde waarden zien. Ja, en zorg dat je als sector aantrekkelijk bent en laat ook zien dat je onderdeel bent van die transitie. Heel veel jonge mensen willen toegevoegde waarden organiseren. Nou, hier liggen kansen om in zo'n circulaire economie ook iets toe te voegen. Maar moet je het wel goed gaan organiseren. En dan moet je dat niet alleen doen door te zeggen het moet goedkoop. En laten we dat vooral doen door Oost-Europeanen, want dan kan het voor een habbekrats. Nee, dan moet je ook perspectief bieden voor mensen. Dat ze zeggen van hé, daar ga ik me aan verbinden en daarin kan ik mij ontwikkelen. En dat is best een uitdaging.